Barry Marcus, opgehouden in de valpartij in deze tweede rit. Kan je vertellen wat daar precies gebeurde? Ja, ik weet het niet. Het ging zo hard, maar onder die brug. Ik denk dat ze tegen elkaar aanreden en toen vielen ze. Ja. Toen wist jij dat voor jou einde over te zijn voor deze sprint? Ja, we zaten eigenlijk perfect met heel de ploeg vooraan. Alleen ik moest gewoon volle bak remmen en toen uit stilstand kon ik niet meer naar die groep toe rijden. Hoe is deze wedstrijd eigenlijk voor jou geweest deze tweedaagse? Ja, ik denk wel goed. Hard getraind de afgelopen week. En gisteren voelde ik me eigenlijk nog wel goed. Misschien dat ik nog wat snelheid mis, maar voor de rest ging het wel goed voor mijn gevoel. Ja, in het persbericht vooraf liet de ploeg weten en jij ook dat je hier wilde scoren. Dat is dan niet gelukt. Hoe kijk je daar dan tegenaan? Ja, van vandaag is wel balen dat door zo'n valpartij eigenlijk niet mee kan doen met de sprint. Dus, maar ja, er is niks aan te doen. Wat zijn nu de volgende wedstrijden? Misschien Ronde van België en dan Keulen, rond de Keulen. ZLM Tour, Halle in Gooichem en dan NK. Genoeg sprint, koersen, ja, inderdaad. Dankjewel.